Leerders en leerkrachten maak die tijd van die aanrecht vir môre se skooldag, ons weet dit. En terwijl die 2018 matriekslaagsyfer niet te bad lyk nie, is daar steeds sekere probleme in die onderwijs. Maar daar is ook sekere dinge wat goed werk. Saam met my vanavond is Seymour Botman van die ATKV en Dani van Wyk van die Suid-Afrikaanse Onderwijsontwikkelingstrust. Goeienaand aan julle al twee. Goeienaand, Henry. Goeienaand. Kom ons begin dan by jou, Dani, en vertel vir ons vinnig wat julle by die SAOOT doen. Heinrich, die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingstrust is een uitreikaksie of een onderafdeling van FETSAS, dat is die Federatie van Skoolbeheerliggame van Suid-Afrika, ja. Die langnaam. Ons doen vooral opleidingswerk onder SBL, Skoolbeheerliggame, ja. Onder voorheen achtergestelde gemeenskappe, waar ons hulle opleid en hulle bewust maak van hulle rolle en funksies, om op hierdie wijze ook een groter bijdrage te leveren tot die verbetering van die kwaliteit van onderrig in daardie skole. En jullie daar by die onderwijsafdeling van die ATKV, Seymour Botman. Goeienaand, Heinrich. Naand aan al die kijkers ook. Ons by die ATKV is betrokken bij onderwijs, ook bij skoolbeheerliggame, maar ook bij bestuur en bij die welheid van leerders en onderwijzers natuurlijk. Wat so belangrijk is, is dat ons het gevind dat in Gauteng, en ook in die Noordkaap is daar behoeftes bij onderwijzers en bij schoolgemeenschappen. En ik denk die ATKV beschouwt onszelf, die onderwijsafdeling, als een belangrijke brugbouwer om onderwijsmensen bij elkaar uit te brengen. Een sin oor wat die behoeftes is? Die behoeftes is basis om schoolbeheerliggaam opleiding. En daar werken we samen met Daniel, ja. Baie sterk in die Noordkaap en in die Westkaap. En ook een andere behoefte, die welheid van onderwijzers. En dan ook een belangrijke ander aspect is die strategieën vir leerders, hulle leertechnieken, dit word nie meer aangeleer op school nie. Ja. So is een geweldige behoefte om leerders te lei, hoe om uiteindelijk verder te gaan studeren, aan die tijd ook. Want as jy dit vastgevat het op hoërskool, dan is het, of op school, dan, ja. Het jy dit ook dan kan je het ook gebruik na school. So ek het nou verwijs naar die matriekuitslaan, Dani van Wyk, wat niet te bad was nie, om die waarde te sê, partij mense is baie opgewonder oor die slaagcijfer. Jy het gehoor, Seymour, vertel vir ons wat nodig is, die welheid van die onderwijzer en leertechnieke by leerders, maar die mense sê, die matriekslaagcijfer lyk so, omdat jy nie eindelijk te veel leertechnieke hoef te hê, Dani. Stem jy saam? Nee, ek sal nie daarmee saamstem nie. Ek sou nou nie graag een ontleding wil gee van verlede jaar se matriek uitslaan nie. Wat is jy tevrede daarmee? Ek is tevrede, ek dink daar is vordering. Ek het dit teen onderwijsexperts, wat allerlei negatieve dinge sê oor die matriek slaagcijfer. En ook selfs ouers wat dit werk afbetend in, op specifiek onderwijsers. Onderwijsers werk baie hard, dier die jaar, om uiteindelijk hulle leerders aan die einde van die jaar dier matriek te kry. So ek denk ons moet daarin waak om nie dit te doen nie, maar wel kyk na die positieve dinge wat wel uit die uitsla na vore gekom het. My argument is dit, as die matriek uitsla so swak was die afgelopen 20 jaar, waarom kon ons daarin slaag om goed gekwalificeerde dokters, ingenieurs, rekenmeesters en dies meer te lever, afgesien van hoe swak tussen aanhalingstekens die onderwijs is. En daar is mense, Seymour Botman, wat sê, vir al die prestaties, is dit eindelijk maar net een druppel aan die emmer. Kom ek sê, ek wil eerstens ook alle leerders geluk wens. Want het school gaan en school hou gaan nie net oor matriek nie. Maar ons is nou by die matriek uitsla. En wat so belangrijk is, is dat dit is een druppel in die emmer. Omdat ons weet uiteindelik dat dit het verbeter. Maar ons weet ook dat sekere vakke is die toelating of is opgeskuif om ook wel vrystelling van leerders moontlik te maak. So die uitsla, as jy uiteindelik vat, die deurvloeisyfer, en ek praat nie net van op school nie, maar dan jou matrikulante wat universiteit toe gaan, hulle druip in die eerste jaar op groot skaal. So wat is een van die groot uitdagings? Een van die groot uitdagings is baie belangrik, dat ons moet gaan kyk na ons skolestelsel, historiese ongelykhede in ons skolestelsel, maar vooral wat in die laerskool gebeur. Die onderwijsopleiding, wat moet aandag kry, onthou in 1979, is rondom 20 onderwijskolleges gesluit. Ja. En werkelijk waar, op die stadium, is daar nog nie
een beter stelsel in plek gekregen. Ja. En dit zijn universiteitsnavorsers ook veel. Goed. Dani van Wyk, daar is ook die mensen wat sê, vakbonde is een van die groot kopsere by skole en wat maak dat baie dinge verkeerd loop, wat aan die oude talk nie die geval sou wees nie. Ja, as mense oor die algemeen praat van vakbonde, glo ek, vakbonde is ook een deel van die rolspelers in onderwijs. Denk jy vakbonde is deel van die probleem? Ek sou nie sê die probleem nie. Ek sou sê, vakbonde kan een grote rol speel tot die oplossing van een moontlike probleem. Daar is vakbonde wat heel moontlik nie altyd wil bydra lever nie, maar ek glo daar is vakbonde wat bijvoorbeeld baie doen om prinsipale op te lei, om onderwijsers hulle onderrigmethodes te versterk in die klaskamers. So daar is vordering wat dit betref. Maar ek dink daar kan meer gedoen word van die kant van vakbonde om die kwaliteit van onderrig in ons skole te verbeter of te verhoog. 30 sekondes, Simon. Wat belangrik is, is as vakbonde net 'n rol kan speel, ook met die onderwijsstelsel te verbeter. Wat belangrik daar is, is dat in 2011 laas was laerskoolleerders getoets in die jaarlikse nasionale assessering. En een vakbond in Suid-Afrika het dit gestop. En ek dink dit is belangrik dat ons daarna kyk, hoe gaan ons dit weer terugbring? Want ons kan nie net meet wat in matriek gebeur nie, en in die laerskool het ons nie een metingstelsel nie. Ons gaan nou verder praat, Dani en Simon, byt net vast. Net hierna sit ons hierdie gesprek, baie belangrike gesprek, verders.